Beste mensen, vandaag werd de tweede adventskaars aangestoken. Licht dat ons de weg wijst en helpt te kiezen als we op een kruispunt in ons leven staan. In de eerste adventsweek werden wij uitgenodigd om in onszelf ruimte te creëren, waar wij God persoonlijk kunnen ontmoeten. In deze tweede adventsweek nodig ik ons uit om onze gedachten en ons hart te openen, zodat wij klaar zijn om de God op wiens wederkomst wij wachten te ontvangen. De profeet Jesaja nodigt ons uit in de eerste lezing in de Eucharistieviering van deze zondag om de weg voor God te bereiden. Als wij midden in het bos of in de heuvels wandelen, is het fijn als er goede paden zijn. Dat maakt het zeker gemakkelijker om onderweg te zijn. Op dezelfde manier moeten ook onze harten voorbereid zijn om Gods komst te verwelkomen, zodat wij uiteindelijk vanuit de persoonlijke ontmoeting met God, net als de profeet Jesaja, kunnen zeggen: kijk, het is God. Hij is degene die ik ken en die ik zelf heb ervaren op mijn levensreis. Laten we goedheid en liefde delen in deze adventstijd tot aan de komst van de Heer.